Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Thomas Steffens van Primephonic. Thomas, wat doet Primephonic? Primephonic is een Amsterdamse start-up die de ambitie heeft om de Spotify voor klassieke muziek te worden. Hey, waarom is dat nodig? Kan al die klassieke muziek niet gewoon erbij op Spotify? Ja, dat is natuurlijk een vraag die ik vaak krijg. En het is helaas toch echt nodig. En waarom is het nodig? Omdat de Spotify's van deze wereld, en ik zal deze uitzending vaker het hebben over Spotify, maar dan bedoel ik eigenlijk... Kan ook Apple Music zijn, of Deezer. Die bedoel ik allemaal. Ja. Die zijn allemaal ontworpen voor popmuziek. En ze doen klassieke muziek erbij. En dat werkt niet goed, omdat klassieke muziek en haar liefhebbers echt fundamenteel andere structuur en behoeftes hebben dan de overige muziekgenres. Hoezo? Nou, laat ik even een voorbeeld geven. Het zit hem eigenlijk op vier gebieden. Het zit hem op het, als je nou klassieke muziekliefhebbers spreekt en je vraagt ze wat ze vinden van Spotify, dan zeggen ze in de regel vier dingen. Ze zeggen, ik kan op Spotify niet precies vinden wat ik zoek. De geluidskwaliteit vind ik onvoldoende. De aanbevelingen vind ik niet zo relevant. En ik mis achtergrondinformatie. En laat ik die dan even eens bespreken. De eerste gaat over zoekresultaten. Probeer maar eens eventjes, als je nou kijkt, Mozart pianosonaten, het Mozart 5e pianoconcert, dat vind je op Spotify. Maar dan vind je een opname met een deel, het adagio, het andante of het allegro. Terwijl je wil dat hele stuk hebben, inclusief wie nou het orkest is, wie de dirigent is en wie de pianist is. En je vindt gewoon een willekeurige uitvoering waar dat in naar voren komt. En daar zitten de zogenaamde discussie over de metadata zitten daarachter. En de metadata van popmuziek zijn heel makkelijk. Je hebt naam van de artiest, je hebt naam van het album en je hebt naam van het liedje. Dat is het enige dat je nodig hebt om popmuziek of rock of hiphop of country of nederpop te kunnen streamen. Maar bij klassieke muziek is het helaas een stuk ingewikkelder. Het is Mozart's 4e piano concert. Dat heeft nog een opusnummer, dat heeft een bijnaam, dat heeft een toonsoort. Dan zit ik er op 7 zoekvelden. Ja. Dan komen er twee extra complexiteiten bij, dat stuk uit 3 delen bestaat. En dan heb je nog niet eens gehad over de solisten, het orkest, de dirigent, de venue. Dit pianoconcert, dat bestaat uit 3 delen. En daar, ja. Dante Allegro, dat bestaat voor Spotify niet, want Rihanna's song is Rihanna's song. En dat uit een adage aan Dante Allegro kan bestaan, dat kunnen haar formules niet aan. 2 van dit pianoconcert van Mozart zijn misschien wel 100 pianisten geweest die daar ieder hun eigen interpretatie van gegeven hebben. Terwijl van Rihanna's liedje is gewoon 1 interpretatie, die van Rihanna. Terwijl er zijn allerlei verschillende pianisten die daar een verschillende interpretatie van hebben. Dat klinkt ook anders. Ja. En dat gaat grotendeels verloren in Spotify, omdat die gewoon niet voor klassieke muziek ontwikkeld is. Hey, het probleem is helder, dat je daar een oplossing voor wil vinden voor de fans ook. Is de doelgroep groot genoeg om een... Het is een trekding. De oplossing is niet eenvoudig. Dat betekent dat je dus een database moet maken waar alle klassieke muziekstukken langs al die datavelden die ik net benoemde moet uitzoeken en in kaart moet brengen. Daar zitten letterlijk bij ons 10 mensen in een garage aan te knutselen om dat voor elkaar te krijgen. Daar moet je dus een forse investering voor doen. Die ga ik alleen in Nederland denk ik niet terugverdienen. Ik hoop het wel, maar als ik gewoon realistisch kijk naar hoe groot de markt van klassieke muziekliefhebbers in Nederland is, dan ga ik dat waarschijnlijk in Nederland niet terugverdienen. Dat betekent dat wij dus gewoon naar het buitenland moeten gaan. Nou, dat is ook het voordeel. Als je een software, uiteindelijk is een streamingdienst een softwarebedrijf, daar heb je bijna geen grenzen. Dus weet je, ik kan morgen in België live gaan, dan moet ik daar even BTW gaan betalen. Dan moet ik even zorgen dat ik de rechten goed afdraag. En je marketing even op orde krijgen. Precies, maar dat kan met Facebook en Google ook best makkelijk. Ja. Dus ik hoef daar geen kantoor voor te openen, ik hoef daar geen licentie voor aan te vragen, ik hoef daar geen mensen voor aan te nemen. Dus wij hebben ook vanaf het begin gezegd, wij moeten dit meteen ontwikkelen voor internationale uitrol. Want als we ons op Nederland gaan focussen, dan gaan we nooit uit de kosten komen. Maar het hangt natuurlijk heel erg van je prijsmodel af, of dat zo is. Waarom is dat per definitie zo dat Nederland hier te klein voor is? Nou, ik heb ongeveer 100.000 betalende abonnees nodig. Om maal uit de hoeveel per maand? Maal 8 euro per maand. Zo. Of 80 euro per jaar. Ja. Klinkt wel weer als dat te doen moet zijn. Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 echte klassieke muziekliefhebbers. Ja, het is gezond om ambitie te hebben, maar de ambitie dat je daar 50% van gaat pakken. Nee, maar dat is een behoorlijke omzet waar je het over hebt. Ik heb altijd het idee dat een groot gedeelte van die klassieke muziek rechtenvrij is. Waar zitten dan je kosten? Nee, dat is niet zo. Het is rechtenvrij. Het is rechtenvrij naar de componist toe, als de componist 75 jaar geleden overleden is. Dus dat betreft. Maar de artiest is als nu Janine Jansen een opname maakt van Mozart, dan hoef ik geen rechten meer aan Mozart te betalen, maar wel aan Janine Jansen en haar platenmaatschappij. Ja. En dat is ook terecht, want Janine Jansen heeft daar tijd in gestopt en heeft kosten gemaakt om die opname te maken. Dus net zoals Spotify betalen wij ook 60% van onze omzet. Gaat terug aan naar het eind de artiesten. Van het jaar betaalt, en de... Gaat terug naar de platenmaatschappijen en de artiesten. Ja. Dus van die 8 euro per maand die wij kosten, komt er 5 euro bij de artiesten terecht en 3 euro is eigenlijk om onze kosten te dekken.
Ja, bij, jullie, maar bij jullie gaat er, wat je zegt, 60%, Spotify ja. meer toch? Die doen... Spotify zit ook, ja, je betaalt 60% aan de platenmaatschappijen. Maar daarnaast moet je ook nog bepaalde rechten bijvoorbeeld aan Buma Stemra betalen, waardoor je in de praktijk rond de 65% uitkomt. Ja. Ja, en is dat nou juist niet weer internationaal per land weer anders en ingewikkeld? Of valt dat wel mee? Het is per land anders, dat klopt. Maar dat is ook ongeveer het enige dat ik uit moet zieken als ik naar een ander land ga. Okay. Dus dat is te doen. Hey, ik wil nog even helemaal terug naar het begin, want je zei er waren meerdere redenen. Je had het over doorzoekbaarheid, nou, die snap ik. Ja. Het is complexe, veel meer metadata, veel meer die relevant zijn. Toen zei je de geluidskwaliteit. Ja. Hoe lossen jullie dat op? Want ik weet dat er veel kritiek is op Spotify, maar MP3... Dat is eigenlijk het relatief makkelijkst op te lossen. Je kunt als streamingdienst gewoon kiezen voor welke geluidskwaliteit je gaat. Daar hangt gewoon een data-intensiteit aan vast. En je probeert gewoon met streaming uiteindelijk toch gewoon met nulletjes en eentjes en analoge geluidscurve te simuleren. Het is maar net de vraag hoeveel nulletjes en eentjes je bereid bent daarvoor te gebruiken. Nou, MP3 is natuurlijk een gecomprimeerde variant, dus dan gebruik je relatief weinig nulletjes en eentjes om die geluidstoon te simuleren. Maar de beste MP3's klinken ook allemaal heel goed, hoor. Die klinken in popmuziek best goed, maar in klassieke muziek nog steeds best matig. Wat gebruiken jullie dan? Wij gebruiken lossless of FLAC of Hi-Res of 24-bit. Dat zijn allemaal verschillende benamingen daarvoor. Want je ziet gewoon dat de gemiddelde klassieke muziekliefhebber daar een stuk meer waarde hecht aan die geluidskwaliteit dan de gemiddelde popmuziekliefhebber. En ik ben heel eerlijk, als ik naar Metallica luister met elektrische gitaren, dan gaat er niet zo heel veel verloren in een goede MP3. Maar in een sopraan die hoge noot haalt, of Beethoven die van de een op de andere seconde van heel hard naar heel zacht gaat, dat klinkt gewoon schel in MP3. Nadeel natuurlijk van als je alles in zogenaamde high-res geluidskwaliteit, is het bandbreedte. Dus hebben wij een automatische switch ontwikkeld waarmee die zich aanpast aan de kracht van je netwerk. Dus zit je in de trein met een matig netwerk, dan gaat die naar MP3 toe. Ben je thuis op een goede wifi, dan gaat hij naar high-res toe en je kunt het bovendien ook met de hand overroelen. Dus hij zegt, ja, ik heb nu wel een goede verbinding, maar ik wil dat mijn bundel niet te snel leeg gaat. Kun je hem nog even op MP3 zetten. Ja, en dan vroeg ik me ook nog af. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment van zo'n muziekdatabase, dat alles daarvan gewoon in MP3 op een gegeven moment digitaal beschikbaar is. Hebben jullie dingen opnieuw moeten encoderen? Nee. Nee, bijna alles komt gewoon, bijna al onze content komt van platenmaatschappijen af. Ja, maar die hebben het allemaal dus in lossless. Zeker in klassieke muziek is het gelukkig op dit moment nog not done om het niet in lossless te nemen. Nou, dat zal weer een meevallen. Dat klopt. Ja. Oké, die snap ik dan ook. Dat is twee. Drie zei je aanbevelingen. Kijk, de Spotify's van deze wereld die werken met algoritmes. En die algoritmes die rekenen gewoon uit. Mensen die naar dit luisteren, luisteren ook naar dat. Ja, zo simpel is het niet. Maar goed, ga verder. Dus wat ik in mijn geval merk, ik gebruik nog af en toe Spotify. Je moet de concurrentie toch een beetje in de gaten houden. Ik luister nu in deze fase veel naar Handel. En dan komt Spotify met allerlei aanbevelingen van Bach. Maar dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Het probleem is als je namelijk alleen maar algoritmes gebruikt. En je kijkt mensen die naar dit luisteren, luisteren ook naar dat. Dan krijg je gewoon een verwijzing naar populaire muziek. Want alleen populaire muziek worden naar andere mensen naar geluisterd. En minder populaire componisten en artiesten komen er nauwelijks tussen. Hoewel lijken ze misschien wel op die muziek, omdat ze nauwelijks beluisterd worden, komen ze bijna nooit uit die aanbevelingen naar boven. Dus als ik nu naar mezelf kijk en ik luister veel naar Handel, dan wil ik misschien graag geïntroduceerd worden in het repertoire van Ramon of van Telemann. Maar Ramon en Telemann worden zo weinig beluisterd dat ze bijna nooit uit die aanbevelingsalgoritmes naar boven komen, waardoor je een winnerseffect krijgt, een winnerscurs krijgt, maar steeds weer naar het bekende. Terwijl het klassieke repertoire is zo breed. Het bestaat uit ongeveer 100.000 stukken. Ja. Als je er echt veel verstand van hebt, dan krijg je er 10.000. Ja, ik vind maar dan krijg je er ook 90.000 niet. Ja, nou, ik vind de aanbeveling namelijk heel erg goed van Spotify. Maar dat komt omdat ik in hun doelgroep zit. En daar is de groep groot van. En als je zeg maar, het zelfversterkend effect krijgt, dat de klassieke liefhebbers er minder van zijn, dan wordt die slechter. Dat klopt, dat is één ding. Twee is dat juist bij klassieke muziek zie je dat repertoire ontzettend breed is. En dat zo'n een algoritme die dus toeredeneert naar wat er populair is, dus dan ontzettend veel links laat liggen. Ja. En dat vinden wij gewoon zonde. Je merkt ook aan klassieke muziekliefhebbers, zij vinden het ontzettend leuk om nieuwe werken te ontdekken die ze wel kennen. Die ze niet kennen, pardon, maar wel mooi vinden. Ja. Alleen Spotify helpt hun daar niet bij. Hoe helpen jullie daarbij? Door het met de hand te doen. Dus wij hebben gewoon letterlijk 3 curatoren in dienst genomen. Dat zijn mensen die echt veel verstand van klassieke muziek hebben. En iedere dag in onze playlist maken zij nieuwe playlists en doen zij aanbevelingen van nieuwe en oude albums, ook de zogenaamde verborgen pareltjes. En op die manier proberen zij iedere dag weer onbekendere klassieke muziek
bij onze leden onder de... Ja, maar wat voor mensen zijn dat dan? Want je zei net, meer dan 10.000 stukken kun je eigenlijk fysiek niet kennen. Nee, maar deze mensen gaan op zoek. Ja. Dat zijn er drie. Dus één van deze is een dirigent die hiervoor ook bij de London Symphonic Orchestra werkte. De andere is een Oekraïnse pianiste. En de derde is een Colombiaanse sopraan die met een Nederlandse man is getrouwd. Dus die dekken het spectrum redelijk goed af. Alleen dat vind ik wel mooi. Ja. Ja, een start-up is tegenwoordig ook een multinational. In dat opzicht. Deze drie dekken, dan zitten ze samen al misschien op 25.000. En zij gaan iedere dag op zoek. Zij gaan op zoek in ons platform naar bijzondere dingen. En daarnaast gebruiken we ook af en toe gastcuratoren. En dat zijn meestal mensen die gewoon echt veel verstand van een bepaald genre hebben. Maar we hebben laatst ook Mark Rutte gehad. Die bijvoorbeeld een playlist heeft gemaakt met zijn favoriete klassieke muziek. Ja, hey, nou ken ik best een aardig wat mensen die heel veel klassiek luisteren. Ja. En die kritiek op Spotify en bijvoorbeeld de geluidskwaliteit is ook niet nieuw. Nou zal de gemiddelde Nederlander die denkt, nou ja, ik hou gewoon lekker mijn cd-collectie en that's it. Ja. En jij denkt op een dag, ik ga gewoon Spotify voor klassieke muziek beginnen. Wat gebeurde er in jouw hoofd dat je denkt... Nou, daar gebeuren twee dingen. Enerzijds gewoon frustratie. Frustratie, ik hou zelf enorm van klassieke muziek. En iedere keer weer dat gedoe op Spotify. Ik dacht gewoon van, dit is gewoon, ik baalde er gewoon van. Blijft een goede drijfveer, hè, frustratie. Ja, het andere is gewoon zorg. Zorg over de toekomst van het klassieke muziekgenre. Wat we namelijk zien gebeuren, als je naar de hele muziekindustrie kijkt, die is bijna gehalveerd in omzet tussen 2000 en 2012 door illegaal downloaden. Maar sinds 2013 is dat weer aan het stijgen, dankzij Spotify. Dus ik zal je niet beweren dat Spotify een slecht bedrijf is. Spotify heeft ervoor gezorgd dat heel veel muziekconsumptie die aanvankelijk via illegaal downloaden plaatsvond, nu weer op een legale manier plaatsvindt, waarbij er weer royalties aan artiesten worden betaald. En je ziet de hele muziekindustrie wereldwijd is weer aan het groeien. Meer geld voor talentontwikkeling, meer geld voor artistieke verdieping. En dat is waar in pop, in rock, in hip-hop. Alleen niet in klassieke muziek. Dat genre zien we ieder jaar nog steeds een beetje afkalven. Die omzet wordt ieder jaar minder. Omdat het klassieke muziek ontzettend weinig gestreamd wordt. Dus onze stelling is, klassieke muziek zal haar streamingprobleem moeten oplossen. Want streaming is nou eenmaal de toekomst van muziek. Daar kunnen we hoog en laag springen wat je daarvan vindt. De wereld beweegt naar streaming toe. Klassieke muziek is die boot aan het missen. Ja, als de toekomst van muziek in streaming zit en jij als klassieke muziek bent daar zwaar en ondervertegenwoordigd, dan marginaliseer je gewoon een genre. En straks hebben wij met de volgende generatie, dat is gewoon een streaming-only generatie. Okay, en als je daar dan niet in meedoet, dan verlies je gewoon. Ja. Daar vertel je met passie en met vuur over. Ja. Dus dat zit in je. Nogmaals, dan word je 's ochtends wakker en je denkt, nou, ik ga het gewoon doen. Ja. En dan? Want dan heb je, dit is niet een eenvoudig appje. Dat klopt. Dan heb je opeens heel veel geld nodig, mensen nodig. Je hebt een plan nodig, je hebt financier nodig. En ik denk het voordeel dat je daarbij hebt is dat je ziet dat rijke mensen opvallend vaak van klassieke muziek houden. Ja. Okay, en, dus heel, jij denkt... en hele rijke mensen houden nog vaker van klassieke muziek. Ja. Nee, het is echt waar. Als je kijkt onder de miljardairs in deze wereld, die houden voor 80-90% van klassieke muziek. Op zich een correlatie die we wat onderzoeken waard is. Het is niet helemaal duidelijk hoe de causaliteit gaat. ik kan de naam niet met jullie delen, maar een Amerikaanse miljardair die enorm van klassieke muziek houdt. Hij is niet toevallig deze week overleden? Bij mij weet ik niet. Oh, okay. Nee. Die hebben we bereid gevonden om hierin te investeren. Want je moet je wel naar een fors bedrag in investeren, zonder dat je weet of dat gaat werken. Ja, want in alle eerlijkheid, wat jullie hebben neergezet met het team, met hoeveel mensen hebben we? Zijn je met z'n twintigen? Nee, het kost miljoenen. Daar is een paar miljoen in gegaan, ja. Ja, dat klopt. Ja. Een stuk van het financiële dagblad was van 10 miljoen. We hebben in totaal inderdaad 10 miljoen aan funding opgehaald. Dat wil niet zeggen dat ze het allemaal al hebben uitgegeven, natuurlijk. Okay, dus je kan nog even door, maar dat is mooi, hè? Maar je bent ook niet de enige, hè? Want er zijn meer platforms bezig op het gebied van klassieke muziek. Er is één Duitse partij die dit ook doet, maar ik weiger hun als concurrent te zien, en dat doe ik niet uit dédain, maar ik zie hun als partner in crime. Klassieke muziek moet aansluiting vinden bij de streamingwereld. De Spotify's in deze wereld gaan dat niet doen. Die zijn gewoon vier jaar tijd niks beter geworden in klassieke muziek. Dus ik vind het alleen maar goed dat er nog een andere partij is die dit ook doet. We houden elkaar scherp. Bovendien, we hebben ongetwijfeld onze eigen ideeën. En we gaan wel zien wie van die twee uiteindelijk de beste idee heeft. Maar samen maken we gewoon meer kans
om de klassieke muziek in het digitale tijdperk te loodsen dan alleen. Hey, hoe moeilijk is het om, of zeg maar, waar zitten de hobbels als het over het publiek gaat? Want ik zelf had een klein beetje het vooroordeel. Ik dacht van, nou, relatief zit er misschien bij de... Dit is eigenlijk al heel lang geleden. Het was iemand van het Concertgebouworkest of iets dergelijks. Ja. En die hebben natuurlijk heel sterk dat lidmaatschap, dat supportersmodel. Ja. En ik dacht toen al van, nou ja, daar zullen nog vast veel cd-kopers zitten. Zeker. Maar hun hele, bij hun stop was dat toen ook al heel erg aan het instorten. Dus mijn vooroordeel was, relatief gezien zit in de klassieke wereld meer mensen die nog fysieke producten kopen. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar, maar tegelijkertijd zeg jij, we zien ook dat afkalft. Maar zijn ze wel op dezelfde, nu jullie er zijn bijvoorbeeld, en je concurrent zeg maar, zijn ze wel in hetzelfde tempo aan het aanhaken, die luisteraars op de streaming? Nou ja, sommigen wel, sommigen niet. Maar gedeeltelijk, weet je, als zij niet veranderen, gaat de wereld hun wel veranderen. Want ik spreek nu al bijvoorbeeld met orkesten, die gewoon zeggen, wij gaan alleen nog maar digitale albums maken. Ja. Wij gaan überhaupt geen fysieke cd meer uitgeven. En in de popmuziek gebeurt dat al een jaar of 5. Ja. In klassieke muziek ja, dat heb zie ik je gewoon gaat, zie je dit nu voor de eerste keren gebeuren. Maar de komende jaren gaat dat gewoon een vlucht krijgen. Daar zit nog wat koudwatervrees in de klassieke muziekwereld. Maar als er een paar schapen over de dam zijn, dan zul je denk ik in 2020 zien dat een behoorlijk deel van de nieuwe albums alleen nog maar in digitaal format... Hey, hoeveel abonnees heb je nu inmiddels in Nederland? Nou, ik hoop morgen de 15.000 downloads... 50? Of 15.000 downloads aan te tikken. Ja? Dat wil niet zeggen dat ik 15.000 abonnees heb. Want niet iedereen die de app downloadt, wordt uiteindelijk ook abonnee. Want er is gewoon een gratis proefperiode van een maand. En niet iedereen na die maand kiest ervoor. Die converteert naar betaald. Maar we zijn nu een week of 6 bezig. Dan is 15.000 downloads is een mooi. Hebben jullie ook een premium variant? Nee, dat hebben we niet. En voor wie dat niet weet, bij Spotify kun je gratis luisteren, maar dan krijg je na elk nummer dan krijg je na een popmuziek een advertentie. Maar bij klassieke muziek wachten ze niet dat het is afgelopen, want die werken duren te lang. Dan krijg je halverwege je 7e symfonie van Beethoven, komt er een reclame van Mars of Coca-Cola doorheen. Nou, dan wil je wel naar betaald gaan, toch? En not over my dead body, dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Dat ga je gewoon niet doen. Dat Beethoven doorboord wordt door Coca-Cola daar... ook nog ingewikkeld lijkt, is dat je, als het dan gaat om geluidskwaliteit, dat je niet de hele keten kunt controleren. Want wat je uiteindelijk thuis aan streamingapparatuur hebt staan, bepaalt ook nog voor een heel groot gedeelte wat de kwaliteit is. En de gemiddelde cd-luisteraar, vroeger was het simpel, je had een goede cd-speler, een versterker en speakers. Hoe opereren jullie daarin? Want ik heb zelf bijvoorbeeld op een gegeven moment voor Sonos gekozen, omdat ik de geluidskwaliteit kwaliteit echt substantieel beter vond dan een ander streamingkastje wat ik aanvankelijk gebruikte. Ja, het lastige is daarbij dat er veel verschillende smaken zijn. Want naast, je hebt natuurlijk nog steeds de traditionele hi-fi installaties bij mensen thuis. Je hebt ook mensen die gebruiken gewoon computerboxen. Ja, ik gebruik Sonos dan weer alleen maar. Die koppel ik weer aan mijn versterker, want ik vind die speakers dan weer niks. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat juist voor die klassieke luisteraars, die misschien die kwaliteit wel als belangrijkste reden hanteren om bij jouw platform zich aan te sluiten, dat heel ingewikkeld is. Ja en nee. Je kunt namelijk een streamingdienst gewoon prima koppelen. Als jij gewoon een traditionele versterker hebt, dan kun je gewoon je streamingdienst gewoon met een kabeltje, dan moet je het gewoon via je laptop, dan kun je het gewoon prima via een kabeltje daaraan koppelen. Het lastige is bij de Sonos'en van deze wereld. Bijvoorbeeld, ja, die comprimeren ook weer. Ja, maar sommige Sonos'en die zijn wel compatible met een streamingdienst als de onze. En andere wanneer niet. En dat geldt ook voor de Blue Sound en de Rooms van deze wereld. En dat betekent wel dat wij dus fors moeten investeren om bij al die verschillende hardwarepartijen ook de juiste aansluiting te vinden. Dat benadrukt alleen maar hoeveel investeringen nodig zijn om dit te kunnen doen. En waarom het dus ontzettend belangrijk is dat wij ook buiten Nederland succesvol gaan zijn. Want anders kan ik nooit die investeringen doen die nodig zijn om bij al die verschillende audio-installaties de aansluiting te vinden. Wat zijn de belangrijkste kanalen voor jullie om je publiek te bereiken? Hoe laat je de liefhebber weten dat je er bent? Het eerlijke antwoord is dat we het niet weten. Dus zitten wij nu in een marketingbeleid van alles proberen en kijken wat er werkt. Dus wij doen nu radiocommercials, wij doen printadvertenties, wij doen Facebook-campagnes op Twitter, op Google. We hebben zelfs wat flyer-events gedaan rondom bijvoorbeeld concerten in Central Park. We proberen in de media onze aandacht te krijgen. We proberen ook bijvoorbeeld de social media van artiesten in te kunnen zetten. Dus dan maken we bijvoorbeeld een playlist met een bepaalde artiest
En dan hopen we dat die artiest dat dan ook in ruil daarvoor op zijn social media zal verspreiden. Uiteindelijk geloven we ook enorm in mond-tot-mond reclame. Hè? Als de ene klassieke muziekliefhebber tegen de ander zegt, deze app, daar ben ik echt gewoon gelukkiger van geworden. Dan, want weet je, klassieke muziekliefhebbers kennen klassieke muziekliefhebbers. Dus we hebben in totaal wel 10 marketingkanalen die we nu gebruiken. En na verloop van tijd gaan we er ongetwijfeld een paar stoppen. Ja, we zitten nu nog in de fase van we proberen alles. We proberen te meten wat er werkt, wat er niet werkt. En al testende erachter te komen hoe onze optimale marketingkanaalmix. En indie marketing, wat is dan het belangrijkste argument? Hoe haal je mensen over? Het lastige is dat we hebben ook uit consumentenonderzoek gedaan, waar we gewoon zien dat voor sommige mensen die zoekfunctie het belangrijkste is, voor andere mensen de geluidskwaliteit, voor weer andere mensen de aanbevelingen en voor weer andere mensen de achtergrondinformatie. En dat betekent dus dat wij, dus, zoals dat dan in chic marketing jargon heet, meerdere unique selling points bij dezelfde persoon moeten zien te brengen. Precies, want die ene zin waarom je met jullie in zee moet gaan, die is niet eenduidig. Nog. Nee, klopt. Weet je, als je voor sommige merken hebben gewoon één hele duidelijke unique selling point. Dus één reden waarom zij bestaan, dat is veel makkelijker te communiceren. Dan ga die even zitten, ik heb 4 redenen waarom je geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ja. Dus dat is een van de uitdagingen voor mijn marketeers. Om toch op een of andere manier die meerdere differentiatoren bij ons doelgroep onder de aandacht te brengen. Is de belangrijkste niet altijd, van bij ons vind je wel de muziek die je zoekt en die vind je bij Spotify niet, zeg maar? Nee, we zien echt dat met hoe meer mensen ik praat, hoe meer verschillende reacties ik krijg. Dus sommige mensen happen meteen op de geluidskwaliteit, anderen happen meteen op de aanbevelingen en weer anderen op die zoekfunctie. Dus het is, de klassieke muziekpopulatie is te divers om wat dat betreft in één hokje te kunnen stoppen. Nee, je zei net, de mensen die van klassieke muziek houden zijn zeg maar gemiddeld iets welvarender dan anderen. Jullie zijn wel heel goedkoop dan, toch? Met die 7,99 per maand. Dat had je niet op 15 meteen kunnen gaan zitten. Nou, dat kunnen we misschien altijd nog gaan doen. In het begin heb je vaak als start-up wat we noemen een volumestrategie. Je wil eerst zoveel mogelijk klanten aan je binden. Want dan krijg je ook feedback van die klanten hoe je moet verbeteren. Dan krijg je ook mond-tot-mond reclame. En op een gegeven moment zou je dan misschien nog een keer voor nieuwe klanten, voor de klanten van het eerste uur, zullen we altijd op dit prijspunt blijven zitten. Ja. Ja. Maar misschien dat wij ooit voor nieuwe klanten volgend jaar naar een ander prijspunt gaan. Je klinkt een beetje, zo praat je ook, alsof je dit al 27 keer hebt gedaan, start-up, strategieën en dat soort dingen. Dat is niet zo, maar ja, je denkt er wel goed over na. Ja. Maar heb je het vaker gedaan? Ik heb hiervoor 12,5 jaar dezelfde baan als bedrijfsadviseur gehad. Ja. En op een gegeven moment besloten dat ik dit wilde gaan doen. Ja. Maar dan denk je wel, ik heb mijn baan opgezegd. En jullie hebben geen accelerator of zo gedaan? Gewoon, Nee. Nou ja, kijk, dat zeg ik nou nee. Kijk, wat ik wel heb gedaan, en wat ik ook heel veel andere ondernemers aanraden, is gewoon veel met andere start-ups praten. Juist start-ups die niet in hetzelfde veld zitten als jij. Ja, dus leren van buiten naar buiten kijken. Ik ben langs geweest bij Bloemon, het bloemabonnementbedrijf. Ik ben langs geweest bij AZT, die nieuwe digitale brillenbedrijf. Ja. Wil je even terug, wat heb je ervan geleerd? Bloemon, want die hebben wij hier ook aan tafel gehad. Ja. Wat heb je daarvan geleerd? Ik heb een aantal dingen wel van ik maak het rijtje. Dus ik heb met Bloemon gesproken, met AZT, met HelloFresh, Club Collect, Booking. Nou, dan kan ik het hele rijtje wel afmaken. Ja. En wat je ziet allereerst is de bereidheid van die mensen om te helpen. De bereidheid onder start-ups om elkaar te helpen is hartverwarmend. Een aantal dingen die je van hun leert. Ik denk het eerste is focus, focus, focus. Ik sprak vorige week met een van de directieleden van Booking.com. Zij hebben 22 jaar lang gezegd, we doen niks anders dan hotels. We gaan geen taxis doen, we gaan geen auto's doen, we gaan geen activiteiten doen, we gaan geen vluchten doen. Expedia, een Amerikaanse concurrent, heeft dat allemaal wel gedaan. En uiteindelijk is Booking.com 2-3 keer zo groot. Dus focus op één ding en daar de allerbeste in worden. Dus dat betekent dat je ook goede ideeën niet doet. En dat voelt natuurlijk als ondernemer heel moeilijk om een goed idee niet uit te voeren. Maar de gedachte is, uiteindelijk heb je gewoon beperkte middelen en die zet je in om in één ding de allerbeste te worden. Dus dat is het één ding die ik van hun geleerd heb. Het tweede is, geloof niet dat je de klant snapt, maar zoveel mogelijk testen. Om erachter te komen wat je klant nu echt wil. Dat heb ik bijvoorbeeld van hun geleerd. Ik heb ook, vind ik, van hun geleerd dat je inderdaad bij marketingbeleid dus heel erg verschillende kanalen moet inzetten. Kun je nog specifieker maken, want ik ben vooral zo benieuwd wat je dan van wie hebt geleerd. Want
Ace & Tate is een totaal ander bedrijf dan Bloemen ja, en weer dan Booking. Dus wat heb je dat dan ik van... individueel kan zeggen welk van welk bedrijf. Ik kan wat vond je dan heel inspirerend sprak, van Bloemen bijvoorbeeld? Nou, ik sprak met een van deze start-ups en die waren helemaal succesvol in Nederland. Toen zeiden ze, ja, dan gaan we nu naar het buitenland toe. Ja, welk land gaan we dan doen? Ja. De oude wereld, dat zeggen, we gaan probleem. Kijken hoe groot is en welke markt, welke concurrentie is daar, hoe zit consumentengedrag eruit. Wat heeft dit bedrijf gedaan? Die hebben gewoon in 5 landen een Facebook-campagne van 10.000 euro gedaan. En daar waar de meeste omzet uitkwam, naar dat land zijn ze toegegaan. Ze fundamenteel andere denkwijze dan helemaal analyseren, waar moet ik nou heen? Ja. Ander voorbeeldje, een van deze bedrijven had een nieuwe feature bedacht. Kun je een hele haalbaarheidsanalyse gaan doen. Zij hebben gewoon een button gemaakt in de app. En keek ze hoeveel mensen klikten daarop. En als je dan op klikte, stond, oh sorry, het is nog niet af. Nou, dan bleek dat bijna niemand op die button klikt. Dan denk ik, nou, prima. Nou, hoef je hem ook niet over te maken. Dus je ziet dat er gewoon een hele andere... manier van denken. Manier van denken ontstaat bij dit soort bedrijven. En daar leer ik veel van. Dus ik heb voor mezelf ook als doel dat ik 1 keer per maand met dit soort bedrijven afspreek. En dat ik ook 1 keer per maand dit soort bedrijven uitnodig om bij ons op kantoor te komen vertellen aan mijn hele team over hoe hun succes en weg daar naartoe nou heeft uitgezien. En wat ik mooi vind wat je zegt, is dat die bereidheid enorm groot is. Hè? Die bereidheid om elkaar te helpen is opvallend groot. Ja. Ja, leuk. Hoe lang ben je nu bezig? Precies 1 jaar. Dat is eigenlijk nog heel kort. Maar nog, als je over de lancering hebt, dat zijn 6 weken. Dat klopt. Dus we hebben 10,5 maand gedaan over de productontwikkeling. En we zijn nu 6 weken live. Die productontwikkeling is trouwens niet klaar. Hè? Dus je zegt gewoon, nu vinden we het goed genoeg om live te gaan. Maar bijvoorbeeld onze Android, die komt volgende week. Dus op dit moment hebben we alleen nog maar een Apple, een iOS-app bijvoorbeeld. Ja. En er zijn nog allerlei, we willen ooit nog bijvoorbeeld een keer de muzieknoten gaan opnemen. Of misschien de tekst van de opera's, de libretto's, daarin gaan opnemen. Dus we hebben nog alle ideeën die we willen gaan doen. En dus dat gaat, maar tegelijkertijd hebben we dus 10,5 maand gefocust op productontwikkeling. En nu zitten we vooral in de vermarkting fase. Er was een heel mooie long read in het Financieel Dagblad. Hè? Ja. We hebben jou een aantal keren over de tijd gesproken, jullie gevolgd. Ja. En toen ik dat las, ik vond het mooi om te zien. Hè? Ik herkende natuurlijk al die fases, wij spreken hier veel bedrijven. Tegelijkertijd dacht ik, stel nu dat als jij nu een advertentie zou zetten voor een baan, straalt het een klein beetje uit, bestaat het over 3 maanden nog wel? Hoe lang heb jij ruimte om te laten zien dat het gaat werken? Nou, kijk, je maakt met je investeerders afspraken over van als we deze en deze doelen halen, dan komt er weer vervolgfinanciering. Maar als je die en die doelen niet haalt, dan kan de investeerders ook zeggen, ja, ik had dat geld weliswaar op de plank gelegd, maar ik haal het nu niet van de plank af. En wat voor soort doelen zijn dat? Dat wordt een beetje technisch. Dan heb je het over de zogenaamde customer acquisition cost, de klantacquisitiekosten, en de customer lifetime value, de klantwaarde. Dus hoe lang blijft een klant en hoeveel kost het om die klant binnen te krijgen? Ja. En op termijn moet natuurlijk de klantacquisitiekosten lager zijn dan de klantwaarde, anders kun je nooit uitkomen. Dus die mensen die wel een proefabonnement nemen, maar niet converteren naar betaald, dat is voor jou een heel vervelend fenomeen. Dat is een vervelend fenomeen, want daar heb ik wel acquisitiekosten voor gemaakt, terwijl ik daar geen klantwaarde voor terugkrijg. Ja. Dus een investeerder die kijkt ernaar hoe hard gaat die klantacquisitiekosten naar beneden, hoe snel wordt dit bedrijf beter in zijn marketing. Ja. En hoe snel gaat die klantwaarde omhoog? Hoe snel wordt dit bedrijf beter in het vasthouden, in de retentie van haar klanten? En dat hangt weer samen met de kwaliteit van je platform, je aanbevelingen. Om jouw vraag af te maken. Het is en als start-up moet je dat dus bewijzen. En ik vind ook, als je na 1,5 jaar, als daar gewoon niet veel ontwikkeling in zit, dan vind ik het ook heel legitiem dat een investeerder zegt, daar ga ik niet nog meer geld in stoppen. Ja, nu ben jij ook letterlijk afhankelijk van een investeerder, want ik las dat je 1 Amerikaanse... Nee, ik heb meerdere investeerders, maar ik heb wel 1 lead investor. Dat is natuurlijk ook wel een ingewikkelde, dat je van 1 zo'n grote investeerder zo afhankelijk bent. Uiteindelijk ben je niet van 1 investeerder afhankelijk, want als deze investeerder het niet meer gelooft, en het is wel een goed idee, dan vind je ook wel een andere investeerder. Mm-hmm. Dus ik geloof niet in het idee van goed idee, geen kapitaal. Er is zoveel kapitaal in de wereld, er is bijna nergens rente, iedereen is op zoek naar rendement. Als jij een goed plan hebt en je hebt goed bewijs dat het de goede kant op gaat, dan al zou deze in investeerder zich terugtrekken omdat hij morgen toch meer van vissen blijkt te houden, dan heb ik blijkbaar geen goed verhaal als ik daar geen andere investeerder voor weet te vinden. En tegelijkertijd is het inderdaad zo als start-up. Er is gewoon een kans dat dit bedrijf over 1,5 jaar niet meer bestaat. En wie dat te eng vindt, die moet ook niet bij ons komen werken. Hey, jij hebt hiervoor in een zekerdere wereld gewerkt. Hè? Maar
hoe bevalt je dat met die onzekerheid? Kijk, de pieken zijn groter en de dalen zijn ook lager. En ja, daar moet je tegen kunnen. Hè, dus kijk, die hoge pieken, daar kan iedereen tegen. Ja. Dat is, kijk, als je met Mark Rutte een playlist lanceert op Lincoln Center in New York. Dat is een piek die ik in mijn vorige baan niet zo snel meegemaakt zou hebben. Maar de dalen zijn ook gewoon groot. Want ik word gewoon echt vaak 's ochtends gewoon wakker, bezorgd wakker. Hoe we nou weer de volgende uitdaging, of probleem, ik noem het een uitdaging, maar soms zijn het natuurlijk gewoon problemen, ja. Gaan oplossen. En dat kan omslaan in stress. Dus je hebt als persoon wel die reflectie en die onafhankelijkheid nodig om ervoor te zorgen dat die dalen die inherent dieper zijn bij een start-up, dat niet vertaalt in structurele stress. Ja. Mijn laatste vraag. Ik zat eigenlijk te denken, het zijn er twee, maar hij mag altijd maar één laatste vraag stellen. Het komt op hetzelfde neer. Je weet een vermogende Amerikaanse investeerder aan je te binden. Ja. Je weet onze minister-president zover te krijgen, ja. Dat hij een playlist voor jullie maakt. Hoe goed ben jij in godsnaam genetwerkt? Hoe krijg je dit voor elkaar? Nou, ik ben niet goed genetwerkt. Waar ik denk dat het dit er meer is de in zit, droom is, van iedereen. Waar het er meer in zit, is het heel scherp kunnen in 1-2 minuten kunnen uitleggen waarom, wat de essentie van je propositie is. Dus als je het dan hebt over Mark Rutte, dan kun je zeggen over meneer Rutte, dit is een mooi voorbeeld van cultuur ondernemen zonder subsidie. Daar is de VVD van. Ja. Dit is een mooi voorbeeld van vrije handel. Een kleine multinational die al binnen 6 weken nadat ze live zijn ook naar Amerika live kan gaan. En dan lig je in 1 keer op zijn politieke agenda en dan is er interesse. Maar die vertaalslag die moet je wel zelf maken. En daar heb je wel een bepaalde creativiteit en proactiviteit bij nodig. Ja, en ik denk ook dat iedereen met een goed idee ervan droomt om een rijke Amerikaanse investeerder aan te haken op een idee. Ja, maar ook daar geldt het voor dat je in een paar minuten moet kunnen uitleggen. Zowel de maatschappelijke kant. Maar dat geloof ik allemaal wel. Maar hoe kom je met Mark Rutte in contact? Hoe kom je met Bill Gates in contact? Ik denk met Mark Rutte is eigenlijk via de Nederlandse ambassade in Amerika gegaan. Want Mark Rutte was in New York voor de Verenigde Naties. En zodoende ben ik met hen in contact gekomen. Ik vergelijk het ook wel eens met daten. Ik ben al 18 jaar bij dezelfde vrouw, maar wat ik dan toch van mijn vrienden hoor. dating is een numbers game. Dus je moet het ook gewoon doen. Nee, je moet het ook hoog durven inzetten. Ja. Weet je, we hebben ook Anna Netrebko gevraagd. Dat is de beste sopraan van de wereld. Die was in New York tijdens onze launch. Nou, zij heeft helaas niet op onze uitnodiging ingegaan. We hebben ook Daniel Trifonov, misschien de beste pianist van de wereld, van dit moment uitgenodigd. Dus je moet ook gewoon durven hoog inzetten. Want als je niet hoog durft in te zetten, dan ga je ook zeker niet hoog eindigen. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, fantastisch. Nou, heel veel succes. Wij wensen je heel veel succes. Ik zal het nodig hebben, want er moet nog heel veel gebeuren. Ja, nou, heel mooi, een mooi verhaal. En je passie die spat er vanaf. En dat is sowieso, daar hoort het mee te beginnen. Ja. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream. Deze week vieren ze hun volgens mij 15-jarig bestaan. Ja, volgens mij. Ook, ja. In de arena, dacht ik. Hè? Ja. In Groningen gebeurt alles, maar voor de feestjes kom je toch naar Amsterdam. We gaan je zien donderdag, Stef. En dan heb ik er denk ik nog eentje gemist. En dat is natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij iedere week uitzenden. Volgende week zijn we er een weekje niet. En jij zit in Engeland? Ik ben in Engeland optreden. Belangrijk. Ik heb herfstvakantie en ga naar Ajax. Ajax, toch? Ajax, ja. Oké, nou, over 2 weken zijn we er weer. Dankjewel. Dag. Tot ziens.